Voilà, we zijn weer al gesteld. Voilà, zie wie dat hier is. Meneer Boon, zou ik u iets mogen vragen? Natuurlijk, meisje. Mag ik u binnenkort even lastigvallen? Ik zou voor school een werk moeten maken over literatuur en schrijvers en zo. En ik had gedacht... Je bent altijd welkom, kind. Tot ziens dan, meneer Boon. Zo'n meisje, hè. In de onnozelaar ginder zie je haar geen eens staan. Min, had je niets anders te doen? Ja, hè. Kom. Dag, Friese. Beetje. Dag, meneer Boon. Gedaan met werken vandaag? Eigenlijk niet direct, nee. We waren juist over die onteigeningen bezig. Oh, maar dat is een kwestie van een week en dat zaakje is definitief geregeld. Ah, bon. En de gemeenteraad zal wel bijdragen. Ik heb niet voor niets 30 jaar op het ministerie gewerkt, hè. Oh, god. Het ministerie weet het weer, hè. Ze gaan met ons doen wat ze willen en daarmee basta. Precies of jij gaat daar iets aan veranderen. Ja, meneerke. Want in de wet staat duidelijk geschreven dat wij hier mogen blijven. Dat kent jij, de wet. Jij met je stomme basgitaar, dan begin je serieus op mijn zenuw te werken, hè, vriend? Ja, je maakt geen vorderingen, hè, onkeltje. Precies of jij hebt daar verstand van, een ozelaar. Zeg, en trouwens, wanneer gaat het die Quibus nu eindelijk eens sturen, gelijk dat je al zo lang beloofd hebt? Ons sofa's werkt nog altijd niet. Het is zomer, dan moest je niet werken. Voilà. Zeg, trouwens, ik zou een toontje lager zeggen, hè, vriend. Heb jij chance dat jij zo'n goed vrouwtje hebt? Ik had je lang aan de deur gezet. Ja, hij mag de buiten, dat is een fretje. We zijn madame. Laat die maar blijven, ik zal die wel spanjeren. Ja, met die groot bakken zeker. Onder andere. Als jij een klein beetje zou nadenken, hè, vriend, dan zou je blij zijn dat ik je mij inspan voor die onteigeningen tegen te houden. Waar gaat jij nog zo goedkoop kunnen wonen? Precies of jij vindt zo gemakkelijk volk om in die krotten van u hier te komen wonen. Ze staan aan te schuiven zeker. Hoort je dat, meneer Boon? Dankzij mij heeft hij een dak boven zijn hoofd. Kom, vriend, verhuisd, kom. Zo rap mogelijk, kom. Binnen de week heb ik in een familie Turken. Of een bende Kosovaren in uw plaats. Voilà ze. Dat was het wat ik wil horen. Ik heb het altijd geweten. Nee, altijd. Je bent niet alleen een uitbuiter, maar nog een platte racist ook. Wel, Pascal is het proberen van overeen te komen. Ik heb van begin aan uw toetsen voor morgen. Jozef, ja. Binnen blijven, hè. Corrie, goedemiddag. Dag. Al iets goed van uw huisbaas? Waarom? Dan moet je toch ook verhuizen, hè? Oeh, jij moet dat toch tegenhouden, hè? Wat mij doen? Ik zou mij toch informeren, hoor. Je hebt bepaalde rechten, hè? Nou ja, ze doen dat boven onze kop toch wat ze willen. Ze lachen ons godsgedomme uit waar we bij staan. Je moet het mij niet vertellen, hè. Ik zie genoeg. Dag in, dag uit. Weet je wat er hier zou moeten gebeuren? Dat ze dat hier karma komen dichtmetselen. En ons voor eens en voor altijd vergeten. Dan zullen we pas gerust zijn. Dat is zo pas een achterdeur. Was vergeten, en dan? Wat dan? Dat kan geen goed zijn goesting doen, hè. Moet er toch geen tekenisje bij, Max? Hier, hè. Ons trondvlieg is hier ook. Wil hier eens mee tekenen, alstublieft? Allee, stel je voor dat ik Koolit iets voor het zeggen krijg. Of iemand anders. Of voor verschil zult dat niet maken. Ja, als jij maar kunt tekenspreken, hè. Kom aan, mensen. Zet er uw poot onder. Allee, vieze. Wat is dat drie mannen? Weer een pamflet. Een petitie tegen de kaalslak. Een nauwe straat loopt dood tegen de hoge pottengevel van een pakhuis. Het is er stil. De laatste tijd hoort je ook het vaag gerommel, het verre kappen en breken voor de Noord-Zuid-verbinding. En soms, heel dof, boem.